Ruim vijf jaar geleden is Forum als politieke partij van start gegaan, opgericht door een groep bezorgde mensen die ziet dat Nederland zijn soevereiniteit kwijtraakt aan de EU. Wat het gedachtegoed van de partij is het terugbrengen van de democratie en het zelfbeschikkingsrecht in Nederland. De kloof tussen burgers en politiek is dusdanig groot dat daardoor het vertrouwen in onze overheid bijna volledig is verdwenen. Wij als FVD willen tegenwicht geven aan deze ontwikkeling en ons gaan gedragen zoals de politiek bedoeld is, namelijk als echte volksvertegenwoordigers. Wij willen een bindend referendum in Nederland in de gemeente met een gekozen burgemeester. Contact met de inwoners en deze vooraf informeren over belangrijke ontwikkelingen en beslissingen die moeten worden genomen. Forum staat open voor alle meningen met de voorwaarden. Dat er ook brede, onafhankelijke, zonder belangen verstrengelende informatie beschikbaar is, waar iedereen zijn mening op kan baseren. Onze, een landelijke beslissing of opgave moet ook, een onder, moet ook onderbouwd zijn en rechtvaardig zijn, met een achtneming dat het niet strijdig is met onze grondrechten en integriteit. Afgelopen twee jaar heeft bewezen dat deze met voeten worden getreden. De uitrol van het corona-toegangsbewijs is daar een voorbeeld van. In het geval dat het strijdig is met onze grondrechten, zal het niet worden gesteund door FVD en zullen wij alles doen om op te komen voor de inwoners van Lelystad. Wij als onderdeel van de overheid, maar ook de ambtenaren in het algemeen, moeten weer beseffen dat wij ten dienste zijn van de burgers en niet andersom. Het is de burger immers die een overheid betaalt. Vrijheid in keuzes en ondernemingschap staat ook hoog op ons lijstje. Door versimpeling van de wet en regelgeving moet ook daar meer ruimte voor gemaakt worden. Wij zijn van mening dat een coalitieakkoord geen ruimte biedt aan het democratische proces en staan voor een akkoord waar alleen kaders worden op aangegeven, zodat er ruimte overblijft voor nieuwe inzichten en meningen. Bijvoorbeeld in geval van de energietransitie, wat een gigantische impact heeft op onze leefomgeving en energiekosten. Dat wordt uitgerold zonder tussentijdse evaluatie, terwijl er nieuwe inzichten en onderzoeken zijn die niet worden meegenomen in deze uitrol. We zijn niet bang om toe te geven dat er fouten worden gemaakt. Wat belangrijk is, dat je de fouten erkent en oplost. De belangen van de inwoners van, zijn wat ons betreft leidend in alle gevallen. Stem 16 maart, lijst 16, FvD.